Deze week in Limbourgeois, galafeest rond jubilerende Amstel Gold Race en de Affordable Art Fair met kunst voor de kleine beurs. Amstel Gold Race domineerde vandaag het leven in Limburg. Aan de vooravond werd in de Bonbonnière in Maastricht een feest gehouden ter ere van het 50-jarig jubileum. Veel oud-winnaars en andere bekenden uit de wielersport waren daarop afgekomen. Zoveel jaar na uw overwinning, hier zo'n feest, 50ste keer. Bent u zo'n type die dat ook echt leuk vindt of denkt u, nou ja, daar ga ik maar en voor de rest zal het mijn zorg zijn? Nou, ik vind het echt leuk als dat, ik heb het geluk gehad dat ik een keer heb mogen winnen natuurlijk, ja. Gewoon heb. Wanneer was het dan? Dat was in mijn laatste jaar, in 87. Oké, nou. En dat de 50ste jubileum, dat zoiets doen, nou dat vind ik gewoon geweldig. Ja. Ik ben een paar jaar, we zijn al een tijd terug, de 25ste geweest. En nu bij de 50ste, dus ja. 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 De 75ste zou ik niet meer halen, denk ik maar. En is het ook echt leuk om de oude collega's weer te spreken? Want zo vaak gebeurt dat ook niet, denk ik. Nou, het gebeurt regelmatig. Maar ja. Al de winnaars van de Amstel Gold Race, al de winnaars zijn er misschien niet, maar er zijn er wel veel. Ja. Dus ja, die zie je allemaal een keertje terug weer. Ja. En u woont nog altijd in Frankrijk? Ik woon nog steeds in Frankrijk, ja, ik ben niks... Vive la France. Vive la France, ik zit daar goed. Ja. En ik heb het er naar mijn zin, dus ja. Ik blijf daar gewoon zitten. En u geniet ook van het savoir vivre, van de Franse levensstijl? Natuurlijk, anders had ik er niet gebleven, dus nee. ik heb het er goed naar mijn zin. En, nou, ik heb er een mooie gelegenheid om daar te wonen. En, plaats genoeg, dus ja. Rustige streek. Nou, wat moet je nog lekker meer? Lekker buiten. Nou, wat moet je nog meer? Glaasje wijn. Een glaasje wijn, een glaasje champagne s'avonds als het uitkomt. Dus. Ja, nu kan dat, nu je niet meer fiets. Hè? Ja, maar het komt toch altijd wel, maar een glaasje is niet erg. Nee. Amstel Gold Race, dat was altijd fietsen. En nu is iedereen hier in een pak en vieren ze feest. Ja, maar dat is ook wielersport. Ja, gebeurt dat vaak. Dat is namelijk het mooie van de wielersport. Dat tijdens de wedstrijd is iedereen met zichzelf bezig. Ja. Iedereen is met mes op tafel. En nadien, en zeker in zulke gelegenheden als deze, maak er heel veel mee. Ja, zijn het vrienden. Ja. Vrienden onder elkaar en we drinken een pilsje of een wijntje. En dat is aangenaam. Ik heb nog steeds contact met mijn oude ploegleiders, mijn oude ploegmakers van vroeger. Ja. André Darriga, de Harry Anglade, noem ze maar op. En dat is... Er bestaat niet één sport waar de homogeniteit zo groot is als in het wielrennen. Ben je trots? Ik ben heel trots. Ja, ja. Ik krijg nu al de koude rillingen. Ja. Ja, zo ben ik, hè? Ja, mooi. Ik hou van de emotie. Hou er niet van, het komt vanzelf. Ja. Nee, maar ik ben heel trots op 50. Vooral op mijn voorgangers. Waren er ook een aantal teleurstellingen in de zin van, god, die en die hadden we ook gevraagd. Ja, we hebben Eddie Merckx ook gevraagd. Ja. Maar Eddie Merckx zegt, eigenlijk weet je wat hij eigenlijk zei? Ik heb zoveel gewonnen, dat ik word veel te veel gevraagd. Ja. Ik heb spijt van dat ik zoveel gewonnen heb. Ja, dat is hij elke week feest. Ja, daarom. Ja, maar dat is echt, zo zei hij het ook echt. Ja. En hij zei, ik ben nou 70 en ik heb er helemaal geen trek meer in. Amstel Gold Race las ik van de week. Nou, dat is wel een heel belangrijke wedstrijd. Maar het is nog niet helemaal zoals die andere beroemde klassiekers. Ligt het dan puur aan de leeftijd? Of hadden ze misschien ook een andere naam moeten kiezen? Gewoon Maastricht-Valkenburg. De naam Amstel Gold Race, ja, dat is zo geboren. Ik denk dat niemand daar meer problemen mee heeft. Als het nou een ronde van Limburg zou heten, dat zou anders zijn. Wat ik wel betreur is dat er nog geen bijnaam is. En ik ben al een paar jaar geleden heb ik al eens geroepen de Bloesem Klassieker.
Want kijk nu maar weer naar buiten. Dus net als de Amstel Gold Race er is, is Limburg op zijn moois. En daarom is de Amstel Gold Race voor Limburg ook de beste promotie die je kunt voorstellen. Vous êtes dans la campagne ou dans la ville? Non, moi j'habite à la campagne, j'habite un tout petit village où il y a 650 habitants. Oh oui, oui. Et c'est magnifique parce qu'on connaît tout le monde. Et aussi savoir vivre un peu vers le vin, etc. Ça, c'est un plaisir de la vie. J'ai donné ce goût à mes enfants, oui, de partager les bonnes choses de la vie. Et je pense que le vin fait partie des bonnes choses de la vie. Ah oui. Parce que c'est, y a tellement de variété dans les vins, oui, que oui, c'est fabuleux. Et quelqu'un qui sait apprécier, quand on est avec les enfants, il dit voilà, on va goûter tel vin. Quand on voit le sourire, oui, 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 c'est, oui, c'est oui, génial. Et quel vin est la favorite de vous? Je dirais qu'en France, on a cette chance d'avoir une telle quantité de vin. Ouais, c'est incroyable. On peut boire du Bordeaux, on peut boire, ouais, des Côtes-du-Rhône, on peut boire des Chevrets Chambertin. Ouais. Ouais. On a une telle diversité. Alors, il faut savoir les associer avec un mets, ouais, avec un plat. Ouais. Et quand, ouais, on fait ça bien, c'est royal. Dit is de entree van de Affordable Art Fair in Maastricht. Alweer een kunstbeurs, maar wel heel anders dan TFAF. Betaalbare kunst. En betaalbaar is dus ook de entree. Bij TFAF kost alleen al de entreehal tonnen aan inrichting. Hier hebben ze het iets eenvoudiger gedaan. Als je vergelijkt de opzet vorig jaar en dit jaar, zijn er grote veranderingen of kunnen we ongeveer hetzelfde verwachten? Althans, we hebben andere kunst natuurlijk. Maar... Nou, de opzet is in principe ja, hetzelfde van de beurs. We hebben heel veel nieuwe galeries. We hebben iets van 20, 25 nieuwe galeries. Dus dat is wel heel erg leuk eigenlijk, binnen en buitenland. Ja, en dit is de locatie die net weer even wat anders is. Vorig jaar natuurlijk de timmerfabriek daarboven. En nu hebben we twee grote paviljoens midden in het park. Dus ja, we hebben weer jong talent. Er is heel veel. We hebben nu achter, hoor je het misschien. We hebben een optreden van de Maastrichtse dansvereniging. We hebben jamcutting, dus er zijn kappersdemonstraties vanavond. Dus er is van alles aan de hand. Ja, ja. Niet alleen kunst aan de wand, zou ik maar zeggen. Nee, precies. Het is kunst aan de wand. Het is dansen en kunst in je haar. Er is van alles aan de hand. Oké. Okay. En jullie doen dat op meer plekken, internationaal. Hoe gaat het met deze tak van kunst, zeg maar de betaalbare kunst? Nou, het gaat eigenlijk heel erg goed. We zijn weer gegroeid. We zijn nu, we gaan nu in Seoul, gaan we ook een beurs gaan we openen. In Azië zijn we sowieso erg aan het groeien. We hebben Hongkong en Singapore, wat twee van onze grootste beurzen zijn eigenlijk. Engeland gaat nog goed. We zijn nu in Europa ook nog aan het kijken of we eventueel nog andere landen erbij kunnen nemen. Dus we zitten nu op 12 landen en 17 steden. Dus maar we zijn nog lang niet klaar. Jullie doen voor de tweede keer mee, dus was het dan de eerste keer een succes, kan ik dan zeggen? Ja, dat klopt. Ja, maar anders dan denk je dan... Ja, laat het maar aan mij voorbij gaan. Ja. Maar we dachten sowieso, we geven het drie keer een kans. Oh, okay. Ook al was het geen succes geweest. Ja. Maar we willen niet meeliften op zo'n mooi project, omdat we een galerie hebben in de stad. Maar we willen ook de kunst ondersteunen. Passen jullie de collectie speciaal aan op deze beurs? En heb je dan bijvoorbeeld een maximum aan prijs wat je überhaupt ja, deze kunt beurs, of mag maken? De maximum is 6.000 euro. Okay. Maar al deze kunstenaars hebben een normaliter ook. Ja, ja, ja. Ja. Okay. Dus jullie hebben niet extra... Nee, dat hoefde niet. We hebben al zo'n in die range ja, kunst. Ja, ja. Ja. Maar stel, je had in je galerie werken van 50.000 euro, die mag je hier niet meebrengen? Nee. Nee. Waren we niet uitgenodigd. Nee. You often participate at the Affordable Art Fair, not only in Maastricht, also in other places. This is my first Affordable Art Fair, and it's very interesting to see how the concept works here. I love the approach what they have. It's like easygoing and very nice for customers to come in. Yeah. And now you are here, but you had maybe also the chance to go to England or to Asia, whatever. But why Maastricht?
Maastricht was easy for me to come, and happened to be that I have some customers in Copenhagen. So on the same trip, why not? Around the corner. Around the corner, as you might say, yes. Wat denkt u? Wordt er een blijvertje voor Maastricht? Zie een twijfel. Een gezonde twijfel. Maar als ik zie wat er nu aan opkomst is hier vanavond, het is toch maar gewoon een woensdagavond. Veel mensen hebben ook gewerkt vandaag. Het is hartstikke druk. Het is gewoon een heel positief begin. Een klein voorbeeldje. Vorig jaar toen hadden we ook mensen gelegenheid gegeven om kaarten bij ons, vrijkaarten te halen. En die konden ze dan even bestellen. Daar hebben toen ongeveer 5 mensen gebruik van gemaakt. Nu hebben er 90 aangevraagd voor een vrijkaart. Dus het leeft wel veel meer onder de mensen. En dus dat is heel positief. Straks aan het einde van de beurs hebt u hier niks meer hangen? Ja, nou, dat is altijd het fijnste. Hè? Daar dromen wij van. Is it the first time you are at a fair or? Well, I've been doing this for almost 20 years, but this is my second time in Maastricht. Maastricht is very international, as we know from the European composition. Very, very important. TFAF is very important in Maastricht, but Affordable Art Fair too in Maastricht is very, very important. It brings people together from all over the world to Maastricht. So, Maastricht is very international.